De boekencollectie van André Loor is nu onderdeel van de Universiteitsbibliotheek. De collectie, die sinds 2011 in handen was van de Surinaamse Bank, is vandaag in bruikleen afgestaan aan de Universiteitsbibliotheek voor een periode van 30 jaar. Gezien de veiligheidsrisico voor de bank was het niet langer handig om de collectie daar beschikbaar te stellen voor het publiek. De directeur van de Universiteitsbibliotheek, Tanya Sitaram, zegt dat 94 archiefdozen met 1200 titels van boeken, tijdschriften en andere verzamelingen van Loor overgebracht zijn naar de Universiteitsbibliotheek. Deze collectie gaat in een speciale ruimte die is opgeknapt door de Surinaamse Bank. Sitaram verzekerde de bank dat deze collectie goed tot zijn recht zal komen. Na alle onderhandelingen heeft u een goede partner in ons gezien en zijn zaken aangepakt. De LOO-collectie, zoals de André Loor boekenverzameling van u vanaf heden bij de UB zal heten, heeft een goede en veilige plaats bij ons. Alle geïnteresseerden zullen dankbaar gebruik maken van de collectie. Vele van de boeken hebben we ook reeds in onze eigen collectie. Maar nog een SR, nog een Suriname boek erbij is nooit te veel. Deze boeken zullen ter plekke geraadpleegd worden en worden niet uitgeleend. We zullen dit jaar de boeken opnieuw beschrijven volgens de internationale en de bij ons geldende standaarden en die verder beschikbaar stellen, ook via de catalogus die op de website staat. U krijgt te zijner tijd een link van ons om die ook via uw website te delen. In ons bruikleenovereenkomst, die voor 30 jaar is aangegaan en daarna zullen verlengen, tenzij er iets ertussen komt, staan de afspraken, dus we zullen als een goede bruiklener goed zorg dragen voor de in bruikleen gegeven collectie. Judith Loor, weduwe van André Loor, juicht het toe dat de collectie wordt ondergebracht bij de bibliotheek van de hoogste onderwijsinstelling in Suriname, waar de collectie bij elkaar blijft en publiekelijk beschikbaar zal worden. Ik heb dan ook geen redenen om ontevreden te zijn in het vertrouwen dat ook André hiermee gelukkig zou zijn. Ik wens de Surinaamse Bank en de Universiteit van Suriname met deze langjarige samenwerking dan ook heel veel succes toe. Staat u mij toe in dit verband het navolgende nog op te merken. De Surinaamse kunstenaar Michel van Emden heeft een portret van André gemaakt door middel van sandblasting, toegepast op glas. Er ontstaat dan een contrast tussen plekken die wel en die niet bewerkt zijn en zijn gelaat is goed herkenbaar. Als ik mij niet vergis, moet dat portret bij de Surinaamse Bank zijn. Mijn verzoek is om te overwegen dit portret hier in de bibliotheek te hangen, dan is het geheel mijns inziens gekomen. Samen met de boekencollectie heeft de bank ook het portret van André Loor geschonken aan de Universiteitsbibliotheek. Ieder die de collectie van Loor wil inkijken en onderzoek wil doen over Suriname, mag zich wenden tot de Universiteitsbibliotheek.